Op 25 januari zullen we starten aan het groot onderhoud aan de Polderbaan. Wij komen regelmatig terug op onze banen voor kleinschaliger onderhoud. Maar iedere 7 à 8 jaar komen we terug op onze banen voor groot onderhoud. En dit keer is de Polderbaan aan de beurt. We gaan over de volledige lengte en de breedte van de baan en de rijbaan gaan we asfalt vervangen. We gaan de verlichting gaan vernieuwen. En onze collega's van de luchtverkeersleiding die gaan aan een instrument landing system werken. Dat is een bakensysteem die de piloten gebruiken om veilig te kunnen landen. We voeren dit keer ook circulaire en duurzame maatregelen door. Omdat we een groot deel van het asfalt dat we eruit halen gaan recyclen. Dus dat komt ook weer terug in het asfalt dat we gaan aanbrengen. Omdat de Polderbaan een periode niet beschikbaar zal zijn voor het verkeer, zullen we andere banen moeten gaan inzetten. We zullen de Zwanenburgbaan in noordelijke richting gaan gebruiken. Maar omdat er rondom de Zwanenburgbaan ook gewerkt wordt, zal er ook mogelijk gestart worden vanaf de Buitenveldertbaan. Welke baan wanneer wordt ingezet hangt af van weer- en windcondities, maar ook van hoeveelheid en type vliegtuigen. De Polderbaan is voor Schiphol een van de voorkeursbanen om in te zetten. En dat is omdat er relatief minder mensen rondom de baan wonen. En die baan die moet natuurlijk veilig ingezet kunnen blijven worden, dus vandaar dat we onderhoud uitvoeren. Met dit onderhoud is de Polderbaan weer veilig inzetbaar en klaar voor de toekomst.